Hallo en uh, welkom in een nieuwe week, uh, in een nieuwe video, waarin ik met jullie even wil hebben over angst. Um, angst is een van de meest voorkomende thema's tijdens um, sessies met klanten, tijdens uh, readingen, tijdens healing sessies, uh, wat dan ook. Uh, het is iets dat um, zo ingebakken zit in ons leven. Dat we eigenlijk niet goed weten wat dat de ware betekenis van angst is. Uh, we weten niet goed hoe dat we ermee moeten omgaan. Het voelt zo verweldigend. Uh, het voelt zo echt. Nu, het is zo, als we angst voelen, is dat eigenlijk een teken dat we niet congruent denken. Met andere woorden, dat we niet denken in lijn met de waarheid van onze ziel. Uh, we voelen allerlei soorten angsten. Ik ook nog. Uh, op regelmatige basis laten we het zo zijn. Die angsten die zijn er vanwege eerdere ervaringen. Ervaringen uit dit leven, maar ook uit vorige levens en eigenlijk zelfs ook nog via voorouderlijke ervaringen, die helemaal zelfs niet de onze zijn. Nu, het ego, wat eigenlijk jouw soort van jouw zelfverdelingsmechanisme is, die gebruikt al die ervaringen als een maatstaf om te weten waar en wanneer dat we moeten beschermd worden. Maar dat is nu net het punt te zijn dat er eigenlijk echt een leeuw jou aanvalt of een ander roofdier achter jou aan zit, is er geen echte noodzaak meer om beschermd te worden tegen gevaar. Het enige gevaar en het grootste gevaar schuld hem wel in de manier waarop je denkt over de situatie, een persoon, een probleem, jezelf, de toekomst en veel maar verder in. Nu, die negatieve gewoonte om te denken... En dus de lege plekken in te vullen vanuit angst. In plaats van eh, waar je het misschien beter zou doen vanuit liefde. En dus het denken wordt een verkeerde manier. En dus zoals dat ik daarnet net zei, een negatieve gewoonte. Om dingen gaan in te vullen, te controleren. In plaats van gewoon naar je hart en je ziel te gaan luisteren. En dat maakt dat heel veel mensen vastlopen. Ze laten zichzelf eigenlijk een stuk in de steek. En dat maakt dat ze continu eigenlijk dezelfde cyclus doorlopen. Zich afvragen waarom ze niet een andere en een beter leven of een andere ervaring beleven. Maar alleen dat kan pas wanneer dat ze de moed hebben eigenlijk om hun hart volledig te openen. Te luisteren naar je ziel, het anders te doen, ongeacht de hoeveelheid angst dat je ook voelt. En dan gaat het pad zich openen. Dan ga je tonen van dat je eigenlijk uit die cyclus en die cirkel kan, of die loop kan stappen. Want dat zijn de momenten waarbij je niet alleen je wonden gaat gaan helen, dat is ook een moment waarbij je, je hart gaat gaan openen. Waarbij je uit de comfortzone stapt. En daar, dat is het moment waarbij je, je ziel een les leert. Je ziel breidt zich uit, energetisch gezien, in omvang, en groeit dus. En uiteindelijk gaat alles ook daarover. Dus. De manier om met angst om te gaan is door te gaan kijken en vooral je bewust te zijn van hoe dat jouw denken op dat moment is. Want ook al voel je angst, het probleem zet hem altijd in de gedachten, in de mind. En het is die, het is die mind, die gedachten die beperkend is um, en die eigenlijk ook niet buiten de kaders kan denken van alle ervaringen die zich daarin bevinden. Dus je mind gaat gaan terugkijken naar je referentiekader en zolang dat hij daar geen dingen in ervaart en ziet of andere oplossingen uh, weet die in dat referentiekader zit, dan gaat hij altijd ook maar hetzelfde blijven gaan doen. Terwijl wanneer je luistert naar je ziel, die je ziel die weet en die ziet ook meer, die ziet die oneindige, uh, onbeperkte mogelijkheden. Natuurlijk is dat heel beangstigend. Want wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren als ik de volledige controle loslaat en mij volledig diep overgeef aan de liefde? Ja, dat is gewoon verschrikkelijk eng. Dat is zo. Maar vertrouwen op iets dat groter is dan jezelf, is tegelijkertijd ook bevredigend. Het is heel eng, omdat het uh, je het gevoel kan geven dat het tot jouw dood gaat kunnen leiden. En dus is dat ego die dat een stuk ook triggert en die dat. Uh, laten we zeggen wel gaan voorspellen, maar dat is het hem net. <clears throat> zolang hij die stap niet zet, zolang hij die controle niet loslaat en diep overgeeft aan iets dat groter is dan jezelf, zolang ga je niet voldoende kunnen vertrouwen dat er inderdaad voor jou gezorgd wordt. Want het eigenlijk, hoe dat je het ook of keert, alle mensen die willen eigenlijk gewoon dat ze uh, het gevoel hebben dat ze geliefd zijn, dat ze er toe doen. Dat er mensen zijn die blij zijn dat ze zijn. Dat er mensen zijn die blij zijn dat ze geboren zijn. En dat ze gezien worden en van gehouden worden zoals dat ze werkelijk zijn. Alleen kan je daar niet komen, kan je dat niet ervaren in je relaties, wanneer je je angsten niet onder je ogen gaat gaan kijken. Dus wanneer je die angsten die je ervaart, dus die het, de gedachten eigenlijk, die het gevoel angst triggert. Zolang dat je die niet transformeert en dus er niet bewust van bent, dan ga je er ook niet kunnen op vertrouwen dat de andere ziel in je leven echt om jou geeft. Want het is beangstigend om te weten dat degene waar je misschien het meeste van houdt, dat die jou ooit misschien in de steek zal laten. Afhankelijk van. De reactie dat je, uh, of het gedrag dat je instelt. En dat is een stuk waar dat onvoorwaardelijke liefde ook over gaat. Het gaat niet over die lovey-dovey stuff dingen. Hè. Um, het gaat niet over wat dat we zien in de films. Maar het gaat om het durven je ware zelf te zijn. Zonder angst om veroordeeld te worden. Zonder angst om in de steek gelaten te worden. Zonder angst om nooit je liefde meer te ervaren en te voelen. En dus de lessen van onvoorwaardelijke liefde gaan over het liefhebben van de anderen, zonder verwachtingen te hebben. Het liefhebben en aanvaarden van de anderen, zonder de noodzaak om die te willen veranderen. Maar het gaat ook over het houden van ruimte. Wanneer dat die andere ziel, of wat dat dan nu je romantische partner is, of een vriend of een vriendin, of je kinderen, om die ruimte te houden, om... Ik zou het zeggen wachten te noemen, maar het gaat eigenlijk eerder over, het is geen soort passief wachten, want je bent ondertussen bezig met je eigen leven. Maar het gaat over dat je ruimte houdt, dat je weet van oké, okay, ik doe hier verder en van zodra dat hij of zij klaar is en de inzichten heeft mogen ontvangen of door dingen heeft heen gewerkt, dat die dan op dat moment weer naast jou gaat gelopen. En geloof me, die dingen kunnen ook heel snel gaan. Onvoorwaardelijke liefde gaat over jezelf liefhebben. Jezelf liefhebben op de eerste plaats en op de meest ongelooflijke manier die je maar kan. Nu, de mensheid draagt eigenlijk zoveel voorouderlijke of generationele wonden met zich mee. zoals zou ze bijna vloeken noemen. Maar daar ook daar zit er een hele negatieve energie rond. Maar dat dus, laten we het wonden noemen. Gewoonte zelfs. Die zodanig ingebed en ingebakken zit in ons DNA, dat ervoor zorgt dat de mensheid eigenlijk voortdurend reageert vanuit gewonden. En dat is waar het volledige assentieproces om draait. Het hielen van die diepe wonden. Het allemaal overstegen. Het achter ons laten. Zodanig dat we die onvoorwaardelijke liefde volledig kunnen gaan omarmen. Ongeacht hoe eng het is. Ongeacht dat we niet weten wat er zal gebeuren, wanneer we ons ware zelf tonen. En dan met ware zelf bedoel ik dan zowel onze lichte kant als onze donkere kant, onze bietje kant. Want dat is wat we zijn. En dat doen, ongeacht, dus jezelf volledig tonen aan een andere ziel, ongeacht dat je niet weet hoe dat die jou gaan ontvangen, dat is heel eng. Want wat als je niet wordt geaccepteerd, wat blijft er dan nog over? En zeker als dat dan uh, gaat om je tweelingvlam of je tweelingziel. Omdat dit zogezegd jouw uh, hoogst mogelijke vibrerende partner is. En dat is de grootste reden waarom dat zoveel mensen vastlopen ook in hun, hun, hun uh, ontwaking. Ik zie heel veel mensen die, laten we zeggen, eigenlijk vastzitten in het proces. Uh, die vastzitten in de 4D om het vanuit energie te vertellen. Omdat ze stoppen. Ze stoppen eigenlijk het proces, tenminste, ze denken dat ze het proces stoppen, omdat het te moeilijk is, omdat het te pijnlijk is. Omdat ze alleen inderdaad maar die lovey-dovey dingen willen, het romantische verhaal zoals in de films. Maar daar zijn we hier niet voor. Dus ze gaan liefde wegduwen en ze gaan alles wat hun leven binnen wil komen, gaan ze wegduwen. Omdat ze denken van, oké, okay, we gaan die pijn en we gaan die obstakels, we gaan die gewoon wegduwen en ik ga... De andere kant opkijken en vertrouwen dat, um, um, dat het wel allemaal gaat weggaan. Omdat ze onbewust denken dat het gemakkelijker is om het weg te doen, dan de tijd erin te investeren en dan uiteindelijk toch gewoon te geraken, of het misschien zelfs weer te gaan verliezen of te falen. Maar dat is net het stuk waarin dat ze zichzelf um, ja, wijs maken en in een illusie blijven geloven. Want van zodra dat we allemaal open zijn, van zodra dat we echt allemaal rouw en eerlijk zijn tegen elkaar, wetende dat de, de waarheid die jij ervaart, de gevoelens die je ervaart, kwetsend kan zijn voor de anderen, maar er toch in te blijven, toch die pittige gesprekken te hebben, dan gebeurt er magie. Want wanneer dat je bereid bent om die lastige gesprekken aan te gaan, en die punten naar boven te brengen, te bespreken, te verwoorden, te uiten, Wat je liever ze gewoon weg, wegduwt, weg afwezen of het liefst van al, heel ver vanaf lopen, weglopen. Dat zorgt ervoor dat je ze kan gaan transformeren. Dat zorgt ervoor dat de andere kant zeggen of de verkeerde gedachten die je hebt over de situatie of over een persoon of relatie, dat die persoon je op beeld kan gaan bijstellen. En ja, uh, dat vraagt dat je gaat uh, heel veel gaan huilen, dat je gaat lachen. En dat vraagt ook dat je succes en verdriet gaat delen. Dat je de lasten gaat gaan delen. Want dat is hoe we uiteindelijk ook allemaal samen groeien, als ziel. En dat is hetgeen dat we ook te doen hebben in elke zielsrelatie. Daar gaat het relaties neerzetten. En dan heb ik het niet alleen over de romantische relaties, maar je tweeling laat je tweeling of je, je soulmate. Het gaat ook over vriendschappelijke relaties, het gaat ook over familiale relaties, dat ongeacht of jij bang bent, ongeacht of je geen kracht meer hebt door de pijn of door lachende emoties, dat je toch nog die moed hebt en dat je bewuste keuze maakt om je open te stellen, om dan dat te laten zien aan de anderen. Weten dat wanneer jij dat zo kan doen en dat je inderdaad in een oprechte relatie zit. Dat die ware liefde die er dan doorheen schijnt, jou op een diepe manier zal helen. En dat is de belangrijkste reden waarom dat die uh, zielsverbinding er ook zijn. Waarom dat tweeling connecties er ook zijn. Niet om de lovey-dovey-stof. Ja, er zijn hele mooie hoge momenten. Maar er zijn ook hele diepe, lastige, uh, transformerende en uitdagende momenten. Maar die liefde is er als een, een tegengewicht om samen door diepe angsten en wonden heen te blijven werken. Om elkaar de kracht te geven en om, om, om je ondanks alles toch nog lief te voelen. Zelfs op de momenten, en zelfs meestal op de momenten, dat we niet van onszelf houden. Die liefde is er, die vriendschap is er, die connectie is er. Opdat we niet zouden opgeven terwijl dat je in de modder van je schaduwen en je pijn loopt tot aan je knieën... of soms, soms tot aan je heupen... het gevoel hebt dat je vast zit... terwijl dat je toch vooruit aan het trekken bent... doorheen die modder... dat je het gevoel hebt dat er geen vooruitgang is... maar dat er toch wel... Een, een vooruitgang is... alleen zie je het niet in de 3D... zie je het niet in de realiteit... en dat je al de dingen die je liever... zoveel mogelijk verborgen zou houden... dat je weet dat de liefde dat er stroomt... tussen jou en die andere persoon... zo sterk is... Ja, en ook op het momenten echt gewoon recht en je gezegd heel confronterend is. Maar net omdat we zouden weten dat het veel te mooi is om gewoon op te geven en te blijven zitten waar we, we zitten in die modder. Want we zijn allemaal samen in zoveel meer waard, allemaal um, geboren met de bedoeling om dergelijke liefde, onvoorwaardelijke liefde. Zowel in romantische relaties als in vriendschappen om die te ervaren. Zodanig dat we allemaal gewoon kunnen zijn vanuit wie dat we zijn. Vanuit onze essentie en niet vanuit de geconditioneerde uh, versies dat we zijn. Dat we ons niet moeten gaan aanpassen of gaan, uh, gaan, ons, gaan, ons licht gaan demmen om de anderen niet te bruskeren. Nee, daar gaat het niet over. Integendeel. Dus als jij op dit moment angst voelt, laat deze boodschap dan erin zijn dat ongeacht hoe lastig dat ook is, ongeacht hoe uitdagend dat is, en ongeacht hoe hard, dat het liefst de andere kant zou oplopen, dat net het vertrouwen in de goedheid van de anderen en het vertrouwen in dat alles mogelijk is. Dat door iets kleins te veranderen. Dat je weet dat dingen weer gaan stromen. En dat je leven ook weer wat luchtiger. Gelukkiger. Blijer. Passioneeler. Vrijer. Maakt niet uit wat. Maar datgene waar je je ziel het diepste naar verlangt. Dat komt op je pad. Maar het vraagt van jou om je mind, je denken te veranderen. En om veel meer naar binnen te gaan. En te luisteren naar wat je hart en je ziel te vertellen hebt. Namaste. Tot in de volgende.